Welkom bij een speciale editie van de Piepshow. En een P, E en dan een drietje Piepshow. Oh, ik dacht dat dat het uit op teken hek wachtwoord. Ja, maar dit is de E3-versie. Dit is de E3-versie. Oh, ja. Oh, P, E3, yeah. P-show. Ja, precies. Okay. En we hebben er heel lang over gehad. Moeten we nou wel of niet E3? Maar het is geen gekke E3 meer. Maar toch ook weer een beetje. Het is toch een gekke E3. Het is toch een beetje E3 noemen. Weet je, de E3 is een gevoel geworden. Niet, ja. Niet een evenement. Nee, maar kijk, E3 bestaat niet meer. Maar gekke E3 wel. Ja. Gekke E3 is een vibe. Ja. Nee, absoluut. En er komt steeds meer bij. Capcom heeft nu aangekondigd dat ze ook een dingetje doen op de 13e. Dus er wordt best wel veel getoond. Dus dat maakt het hartstikke leuk. Maar in deze piepshow met Koos en Daan gaan we het een beetje hebben over... wat gaat er gebeuren? En met name dus het zakelijke gedeelte. PlayStation, Xbox, Nintendo. De publishers gaan ze een beetje scoren. Voordat ik begin wil ik je even een filmpje tonen. Ik zet dat nu even aan. Dan hoop ik ook dat we dat op het scherm gaan zien. Ja, dit is namelijk in LA. Een paar dagen geleden. Dit is niet de convention center. Dit is een convention center ergens anders in LA. Wat aangeeft dat er dus wel evenementen mogen gehouden worden. Maar je ziet nog wel dat het toch wel heel erg met mondkapjes is. Oh, dat niet alleen. Ik zie dat het reet rustig is. Het is een anime convention. Daar wil iedereen toch heen? Nou ja, goed. Ja. Ik bedoel, in Nederland... Ik vind het wel een mooie Donald Duck mondkapje, Jesus, hoor. Ja. Ja. Jezus. Anyway, waarom ik dit laat zien is van... Het had dus wel gekund... Ja, nee, maar even zonder gek. Kijk hoe kleinschalig dit is opgezet. Mm-hmm, het financiële risico is hier wel iets minder. En ja, daar was gewoon heel veel onduidelijkheid. En ik denk dat je zoiets een jaar van tevoren wel moet beslissen. Absoluut. Nee, dat is ook zo. De vraag is ook nog een keer van... Ten eerste, als je kijkt naar de ellende om Amerika binnen te komen. Hè, bedoel, het feit... Zat ik me ook bij te denken, weet je, E3, bloedheet, ja, met een mondkapje. Nee, maar fuck dat had ik ook niet gedaan, hoor. Nee, zeker niet. Dat was, goed, in ieder geval kan het wel. Denk je dan dat volgend jaar, als corona misschien niet meer opwakkert, dat het dan wel weer gaat gebeuren? Nee. Ik denk dat het in het klaar tempo dood aan het bloeden is, tot een punt dat je eigenlijk niet meer fysiek kan realiseren. Nee. En dat een Summer Games Fest eigenlijk het stokje volledig gaat overnemen in digitale vorm. Is die al aan het doen? Ik bedoel, en ik denk dat het voor heel veel uitgevers gewoon aantrekkelijker is om bij Summer Games Fest aan te sluiten. En ook financieel aantrekkelijker is. En nou, qua bereik misschien net niet, maar wel iets minder. Mm-hmm. Maar dat komt er misschien nog. Ja, daarom het zou kunnen. Maar zouden zij het gewoon dood opgeschreven? Ook offline kunnen gaan doen, de Summer Game Fest. Ik denk dat het uiteindelijk ook wel gaat gebeuren. Want dat is het rare ervan. Hè? De ESA is nog steeds de organisatie die de belangen van de publishers dient in Amerika. Dus oftewel, ze betalen allemaal een fee elk jaar aan dingen. Maar het is duidelijk, ze zien het niet echt heel erg zitten in de organisatorische kunde van de ESA om een evenement op te zetten. Maar ze waren al jaren out of touch. En, daarom. En je merkt ook, Jeff Keighley, die wil heel graag gewoon die hele shit claimen. En we hebben het heel vaak gehad over LA Games Week bijvoorbeeld, weet je wel. Mm-hmm. Ik zie hem dat wel doen. Ik zie ze van mijn game. Misschien niet LA. Misschien een andere stad dan of zo. Maar omdat LA misschien too much on the nose is om het ook daar te doen. Ja. Al vind ik het wel een fantastische stad om het daar te doen, hoor. Maar ik zie dat wel gebeuren. Summer Games Fest een hele week. Ja, ze zijn in ieder geval dit jaar hebben ze wat even. Dus de Summer Game Fest in Amerika kun je dus in IMAX theaters door heel Amerika gaan bekijken. Dus dat is al de eerste aanzet om tot iets offline. Iets offline, inderdaad. Nou, maar kijk maar gaan. Hij blijft dat wel enorm pushen. Weet je wel, hij laat het niet bij zijn eigen kanalen. En hij probeert iedereen te onboarden. En natuurlijk zo begint elke grote organisator. En vervolgens zal hij vast en zeker ook wel op een gegeven moment de fees gaan verhogen. De duimschroeven aandraaien. Ja, maar het is natuurlijk wel zo. Summer Games Fest is vanaf seconde 1 wel echt gericht en ingestoken op de gamer. Daar waar de E3 pas na lange tijd meer consumentgericht was. In eerste instantie gewoon media en business. Ja. Dus ja, het is ook een hele andere insteek die ze allebei hanteren. En, nou ja, de ESA was meer van de oude stempel. En ik denk dat zij, als ze wat offline zullen doen, dat het wel heel erg gamer/consumer gericht is. Ja, want Geoff Keighley is natuurlijk in 2020 volgens mij, of 2019, is hij weggegaan bij de E3. Hij was het gezicht van de E3. Hij deed die conferenties, die host die allemaal. Hij was altijd diegene die interviews deed. En hij was ook betrokken bij
de koers. En op een gegeven moment is dat geplatst, uit elkaar geknald, omdat... Wat de ESA wilde was met influencers en weet ik allemaal, dat soort dingen. En hij zei, dat is niet Geoff Keighley. Geoff Keighley is altijd heel erg geweest van... gewoon de game moet centraal staan. Niet de influencers en al dat soort shit. Hij begrijpt wel... Kijk, en dat is inderdaad wat Daan zegt. Hij is van die iets modernere stempel. Ja. Hij begrijpt wel... Gamers willen geen influencers zien. Nee. Het is fucking cringe. Je wil alleen je eigen favoriete influencer wil je zien. Ja. Maar er is nooit, weet je, er is geen gedeelde influencer die iedereen cool vindt. En nee. Dus blijft het altijd cringe. En dat snapt hij. Ja, en dan heeft hij liever zoiets van, liever game directors, liever developers, liever mensen die marketing achtergrond misschien hebben bij een uitgever. Dat werkt beter. Die staan er middenin. Ja, en heel belangrijk daarbij, een influencer is niet... bij voorbaat een presentator. Nee. Weet je, een influencer kan heel leuk zichzelf filmen en 100.000 takes doen en uiteindelijk de 10 beste seconden eruit halen, waardoor het lijkt alsof die heel goed is. Maar het is niet een marketingman die daar even een steengoede presentatie neerzet, zoals ze bijvoorbeeld een Piet Hein van Bethesda zou doen. Ja, ja. Nee, zeker. Nee, het blijft het probleem. Het probleem waar wij met Blam natuurlijk ook vaak mee te maken hebben gehad. Gisteren zat ik weer even te kijken naar de MTV Movie Awards. En het is allemaal zoveel makkelijker, omdat de sterren van de film, die bestaan ook daadwerkelijk. Die zijn er ook gewoon. Dus dan is het al meteen vet. Oh, die acteur. Ize is er, weet je wat. Bij games heb je dat niet, want... Ja, weet jij wie, weet ik veel wat. Nee, maar steeds meer. Maar dat is een goed voorbeeld. Ja. Dat is toch raar als een influencer zoiets zou presenteren. Het zijn allemaal noodgrepen die ze maken van hoe gaan we dat interessant maken? Hoe gaan we de E3... Terwijl de E3 was gewoon eigenlijk heel simpel. Nieuwe games aan gamers laten zien. En dat deed je via de media. Die kregen dan die game te zien. En die gingen een verhaal vertellen aan hun achterban, hun community. Mm-hmm. En zo gaf je dat door. En ik denk dat Geoff Keighley dat nog steeds op een bepaalde manier wil. Ik wil jullie ook de vraag stellen. Stel nou dat Geoff Keighley er niet was geweest. Dan was er toch helemaal niks geweest nu? Dan was er wel een ander die dat... Ja? Die dat stokje had opgepikt, ja. Maar niet van op die deze manier. Het is wel altijd echt een showman geweest ook wel. Een hele commerciële man. Ik denk dat niemand de Mountain Dew en de Doritos zal vergeten. Oh, dat fuck, hele ook weer. Tuurlijk. Nee, dus hij is wel heel gehaaid daarin. En er zal altijd wel wat zijn. Alleen dan zullen het meer losse vlodders zijn. Zoals we bijvoorbeeld vorig jaar hebben gezien. Had Xbox dan ook... Want de tijd dat Xbox het doet is exact de tijd dat de E3 zou zijn hebben plaatsgevonden. Ja. Namelijk tussen de 10e en de 13e. Bijna iedereen gaat daar zitten. Was dat moment dan daar geweest? Of had Xbox gezegd van oké, er is helemaal niks. Ik doe het augustus. Nee, maar het is een goed moment. Want iedereen leeft daar toch wel een beetje naartoe. Kijkt er naar uit. En iedereen vraagt zich gewoon af. Gaat er wat gebeuren in juni? Weet je wel? Het is natuurlijk ook nog steeds vasthoudend aan het idee van de E3. Van iedereen weet, het is jaar in jaar uit. Een soort van de tweede week van juni. Altijd een beetje rond de 11e, 12e, 13e zijn dan die persconferenties. Ja, de E3 hoeft helemaal niet meer te bestaan. Maar dat betekent niet dat de wereld nog steeds zoiets heeft van... dit was altijd het moment van game news. Dus alsnog is er wel op dat moment... Maar dat hebben wij ook, toch? Ik bedoel, voordat er überhaupt dingen bevestigd waren... hadden we al zoiets van, oké, stel dat er niks is. Ja. Wat gaan we dan doen in juni? Maar dat deed iedereen. Ja, precies. Ja. En de dames hadden... Dit zit er nu gewoon ingegraveerd. Dat blijft voor altijd juni. Ja, want iedereen steekt elkaar ermee aan. En op die manier komt er alsnog wel iets van een showtje, presentatietje... En het komt ook mooi uit, hè? Met games die in het najaar verschijnen. Juni is wel een mooie tijd. Tuurlijk. Is het wel zo... Kijk, wij vinden het vet omdat wij ermee zijn opgegroeid. Maar ik kan me voorstellen dat de jonge generatie... 14 tot 18, 12 tot 18... Maar die zijn lijper geworden van dat Fortnite Season 3... Chapter 3 is aangekondigd met Darth Vader erin. Maar die hebben sowieso niet de jaren... Kijk, ik ben ook niet oud, hoor. Dus ik heb ook niet alle jaren maar meegemaakt. Maar die hebben sowieso niet de jaren meegemaakt... dat je echt nachten ging opblijven voor de E3 persconferentie. Maar is juni dan heilig? Wat voor hun gewoon... Ten eerste, het komt voor developers en uitgevers... Komt het wel redelijk goed uit, weet je wat? Ten eerste, het is rustig altijd in de zomer wat betreft games. Maar die games komen ook in het najaar, dus die wil je wel showen. En kijk, wij zijn opgegroeid met de E3. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat die leeftijdsdoelgroep waar jij het over hebt... die weet niet wat de E3 straks is, gewoon op een gegeven moment. Maar misschien wel zo, maar Gamefest bijvoorbeeld. Want dat daar groei je zij mee op. De afgelopen weken, want dat doet Geoff Keighley altijd wel goed... heeft hij het hele evenement natuurlijk flink omhoog gehyped, weet je wel. Ik heb net een world premiere in mijn mailbox gehad. Er is geen beter geluid dan dat, blablabla. Gisteren was er een interview en
probeert hij het allemaal weer een beetje naar beneden te krijgen. Van, it will primarily focus on announced games. And the presenter urges viewers to manage the expectations in terms of megaton shocks. Ja. nou is dat natuurlijk altijd veilig om te doen. Ja. Hoe je het ook went of keert, iedereen elk jaar zit altijd te wachten en te hopen op een klapper. En van hoop komt uiteindelijk ook een beetje de verwachting dat er wel iets vets gebeurt. Mm-hmm. Ja, ik vind het niet meer dan logisch dat hij in ieder geval even zegt van, joh jongens, rustig aan. Want stel je voor, het is niet wat je wil dat het zou zijn, dan krijg je weer dat mensen boos worden van, er is niks boos. Ik vind het een beetje zonde. Het is alsof je al je excuses aanbiedt van tevoren. Nee, weet je moet, precies. Je zegt van, dit is het evenement. En ja, je moet, hoe heet het nou? Je moet stilzitten als je geschoren wordt. Of zo. Weet je, dat is nou eenmaal de deal van sommige mensen die zal hun games al getoond worden. Die zeggen, oh, het is het vetste evenement ooit. Mm-hmm. En anderen, wiens game niet wordt getoond, die zeggen, wat een kut. Ik zeg niet dat ik het niet begrijp. Hè? Ik zeg alleen, ik vind het jammer. We weten natuurlijk, gamers, en zeker online, überhaupt social media aan zich, weet je wel, het gaat altijd om outrage en mensen willen altijd dingen hebben om een stok om mee te slaan en overop haten. Dus hij probeert dat een beetje te beperken. Ik denk dat het is. En ik vind het jammer. Begrijp dat het nodig is, want we hebben al tientallen voorbeelden gehad natuurlijk. Daarom. Maar de lol van de E3 is eigenlijk voor 60% het voorwerk, het speculeren van dit, weet je, de meest bizarre geruchten van de Half-Life 3 dan, weet je, dat is natuurlijk de charme ervan. Dan schep je ook wel een bepaalde verwachting. Nee, maar het feit, bedoel, de E3 bracht dat altijd. Ik bedoel, als je als publisher op de E3 niet een megaton shocker had, dan deed je er eigenlijk jouw evenement al niet toe. Het feit dat dat dus mogelijk niet aanwezig gaat zijn, geeft dus ook aan dat publishers, er doen er 30 mee aan de Summer Game Fest. Dus iedereen doet wel mee, behalve Nintendo en Ubisoft, gaan we het zo over hebben. Maar dat ze niet hun shockers erin gooien nog. Dat ze dat dan toch voor zichzelf houden. Zal dat niet ergens ook iets te maken hebben met het feit dat we tegenwoordig er niet meer van op aan kunnen dat een game uitkomt wanneer ze willen dat die uitkomt? Zou kunnen. Ik vind het jammer. Vooral omdat ik het niet zo heel goed begrijp. Want juist als je wel in zo'n show een klapper erin gooit, mm-hmm. Je hebt de show gedomineerd. Daarom, iedereen maar, heeft het over jou gezicht, dan. Weet je wel. Ja, ik wou net zeggen, iedereen heeft het dan over jou. En dat is natuurlijk wat iedereen wil. We maken ook altijd die balans op aan het einde van de E3. Van welke uitgever heeft geshined? Welk platform staat er het beste voor? The Wall is ook een goed voorbeeld, weet je wel. En juist dat soort dingen dragen daar enorm aan bij. Ik denk dat dit gewoon weer is marketingmensen die niks uit handen durven te geven, want het gaat naar Summer Game Fest in plaats van dat ze het een eigen beer houden. En dan hebben ze zoiets van, nou weet je, we geven ze wel de kruimels en we kijken zelf wel hoe we dingen gaan doen. Nee. Ik bedoel, een God of War Ragnarok. Misschien gaat hij daar te zien zijn, misschien gaat hij daar niet te zien zijn. Ik ben bang dat ze een heel klein beetje laten zien of helemaal niks. En dan lekker helemaal een eigen showcase. Ja, vind ik jammer. Ergens augustus of zo. Bij wijze van, ja. Precies. Ja. Vorig jaar hadden ze natuurlijk Elden Ring. Dat was wel echt een alhoewel het was wel redelijk gelekt aan de voorkant. Maar dat was wel echt een grote klapper. Ik bedoel, dus uiteindelijk de game van, misschien wel de game van 2022 gebleken te zijn. Ik denk voor veel mensen wel, ja. Ik vraag me af, bedoel, dat vind ik dan weer interessant. Of stel nou, je bent een publisher, hoe dat dan gaat. Hey Geoff, ik heb een game voor je, maar mag ik even weten wat de concurrentie doet? Want ik kan me voorstellen van als dat jij... Dat gebeurt, 100%. Ja, zou die dat dan ook zeggen? Nee. Nee. Mag niet. Nee, ja. Maar weet je, zou die dat zeggen? On the record zeker niet. Nee. Zou die wat door laten schemeren? Want je probeert toch deals rond te krijgen? Ja. Wellicht, inderdaad. En misschien ook juist om het vuurtje een beetje op te stoken. Weet je wel? Ja. Van, mm-hmm. Nou jongens, ik kan niet zeggen wat Xbox gaat doen, maar jullie moeten er wel een beetje aan gaan tillen of bij wijze van, weet je wel. Nee. Kijk, en we leven natuurlijk wel in een tijd dat je als publisher zijnde heel makkelijk, nou ja, met misschien 2 weken werk aan de winkel voordat je het live gooit, een stream kan neerzetten. Dus waarom al je kruid verschiet op zo'n evenement als je gewoon voor jezelf het perfecte moment kan kiezen om dat te laten zien? Nou, omdat ik denk dat er maar een aantal partijen zijn die een eigen stream kunnen doen, of hoe dan ook. Die meer bekeken wordt. Exact. Ja. Ja, als Rockstar zou zeggen, en die hebben nooit meegedaan, die zegt van, weet ik veel, augustus, GTA 6 stream. Maakt niet uit waar ze doen. Het is al doen ze het midden in de nacht, mensen kijken. Ja. Een Ubisoft, een Capcom, dat soort partijen,
Ik weet het niet. Nou, Square, Square is een perfecte voorbeeld. Vorig jaar, ze doen het dit jaar niet meer. Doordat vorig jaar zijn ze gewoon hard op hun bek gegaan. Ja. Niemand vond het tof. Het was niet heel goed bekeken. Maar zijn er niet gewoon nog heel veel ontwikkelaars die even op hun bek moeten gaan daarmee? Want inderdaad, wat je zegt, vorig jaar Square, volgens mij waren er ook nog een paar andere. Ja, zeker. Sega was ook superkut. Ja, nee, ik hou me hard vast dat het weer voor Capcom. Ik bedoel, die gaan gewoon hun games die ze al hebben aangekondigd, gaan ze wat meer info geven. Maar op een of andere manier, die Japanners. Nintendo heeft daar een stijltje voor gevonden, wat past. Maar het is altijd heel erg cringe. Ben ik ook niet heel fan van, hoor. Nee, moet ik maar Nintendo fans vinden het leuk. Dus het werkt. Bij die anderen inderdaad gaan heel vaak op hun bek. En dan denk ik van, waarom niet Sonic Frontiers? Waarom niet op de Summer Game Fest? Het komt nu op de Summer Game Fest, als ik de geruchten mag geloven. Maar waarom dat zelf doen? Omdat het een scheidgame is. Ja, in hun eigen... We gaan ook een eigen evenementje doen. Nobody... Ja, sorry Sega, maar te weinig mensen caren daarom. Ja, weet je? Dus, ik denk toch dat zij nog niet het licht hebben gezien. Nee. Nee, maar er zullen echt maar weinig partijen zijn, zoals je zelf zegt, die meer bekijk zullen trekken dan Summer Games Fest. Mm. En dat zal een PlayStation zijn. Zal misschien een Xbox zijn. Ja. Vraag ik me ook nog af. Mm-hmm. En ja, dan houdt het al wel snel op, denk ik hoor. Ja. En inderdaad, als Rockstar ooit zijn eigen... Ja, Rockstar natuurlijk. Ja, zeker. Mooi bruggetje naar PlayStation. Die hebben natuurlijk een weekje terug hebben ze de State of Play gedaan. En de vraag is een beetje... Hebben ze genoeg gedaan om even die spotlights op hun te krijgen? Om te laten zien, we zijn er nog. We doen mee. We komen met vette shit. Of hadden ze beter... Een grotere eigen show. Net zoals Xbox doet. Echt een niet een State of Play, maar hebben ze meer ook... Hoe heet dat dan? Een Direct? Ja, een grotere eigen show. Ik vind dat je jezelf heel makkelijk hiermee afmaakt. Het is gewoon een paar trailertjes achter elkaar plakken. Mm-hmm. Echt zonder bombastische shit. Wat waren vette aankondigingen. Laten we wel wezen. Ik bedoel, Resident Evil 4 remake, fucking fantastisch. Heel veel mensen vinden dat gruwelijk. Maar weet je, het wordt een beetje aan elkaar geluld met een monotone stem. Zou dit dan voor volgend jaar zijn? Zit ik nou gewoon... Ik vind wel die Final Fantasy. Dit is niet State of Play die deze hebben gezien. Maar het is een State of Play, eventjes als lardering. Wat vond jij van die Final Fantasy 16 trailer dan? Ik vond die eerste vetter, maar ik ben heel erg hyped voor Final Fantasy 16. Maar ik bedoel van, weet je, bij Xbox en het Summer Games Fest, er wordt tenminste een show van gemaakt. Ja. Weet je wel? En weet je, die State of Plays, ik vind het fijn gewoon gedurende het jaar. Ja. Maar alsjeblieft jongens, we weten waarom je het op dit tijdstip hebt gedaan. Omdat je gewoon de E3 tijdperk wil meenemen. Stop er een beetje liefde en aandacht in, weet je wel? Ik bedoel, het zijn de games, iedereen zit erop te wachten. En je wil ook lekker gemaakt worden, toch? Ja, ja, maar vergeet niet dat Sony heeft vorig jaar volgens mij ook in augustus pas de echte showcase gedaan. Hè? Ja. Dus misschien dat ze juist expres kiezen voor het moment dat niet alle ogen gericht zijn op iedereen, maar meer alle ogen alleen op hun. En dat zijn wat minder ogen dan dat je in half juni kan krijgen, maar oké. Maar waarom ga je er dan voor zitten? Even tactisch gezien. Is er ooit een State of Play geweest die echt groots is? Anders dan een verdieping van één specifieke game? Mijn punt is, dit had geen State of Play moeten zijn. Ze hadden het moeten bewaren tot hun showcase. Dan had je een dubbel dikke show gehad. Laten we gewoon to the point komen. De geruchten gaat, en Robert Serrano, dat is een insider die over het algemeen veel weet. Die zegt dat hij de complete Summer Game Fest weet. Maar dat hij twijfelt of hij alles wil prijsgeven. Maar hij zegt wel, God of War Ragnarok is aanwezig. Ja, PlayStation heeft aangegeven dat ze met de Summer Game Fest dat ze iets doen. Dit was ook Summer Game Fest. Het logo stond er op een gegeven moment ook bij. Het was onderdeel van. Dan zouden ze dus daar God of War Ragnarok. Wat ik heel tof vind, want het geeft de Summer of Games zeker een boost. En ik ben ontzettend blij dat al die partijen dat doen. Mm-hmm. Aan de andere kant hadden ze een groter evenement gedaan met de games die ze nu hebben getoond en God of War erin. Ja, dan zet je al meteen wel een toon. Ja, maar ze hebben nu gewoon denk ik meer hun kaarten gespreid. En als God of War inderdaad getoond wordt op de Summer Games Fest, dan is dat weer een opzetje naar... Hey, we hebben in augustus een showcase waar die wat nog meer uitgebreidere look in die game. Maar dat had je alsnog kunnen doen, weet je wel? Ja, maar dat gaat waarschijnlijk ook wel gebeuren. Ja, nee, ik vind gewoon de hoeveelheid games die eraan zitten komen en wat er in die State of Play is getoond, daar had je prima show voor kunnen maken. Tuurlijk. Ja, ik denk dat ze gewoon een kaart hebben gespreid. Iets anders, en dat vond ik een hele grappige iemand die daarover schreef. Die zei ook van, Sony... Kijk, de gameswereld is in ontwikkeling, is in turmoil. Laten we gewoon eerlijk zijn. Er is een verandering aan de gang. Games as a service, subscription model. Oftewel, er is een jongere generatie die gaat anders met games om. Die krijgt nu die beleeft het op andere manier. Mm-hmm. Wat Sony op State of Play heeft laten zien was...
best wel archaïsch, weet je wel. Resident Evil 4, dat vinden wij allemaal te gek. Maar ouderwetse singleplayer game. Wat had je nog? Final Fantasy, ouderwetse game als het ware, weet je wel. God of War, ouderwetse game. Terwijl ze bezig zijn met multiplayer, games as a service die dit jaar nog moeten uitkomen. Ze hebben eigenlijk niks duidelijk gemaakt over, of iets gegeven waardoor je die tiers die ze hebben van PlayStation Plus naar voren kunt brengen. Dat je Stray kan spelen als je PlayStation Plus extra hebt. Nee, oké, maar het is meer even een vraag van, vind je niet dat ze nog een beetje out of toon zijn met waar de industrie naartoe lijkt te gaan. Dat ze nog een beetje hun eigen... Ja. En wat niet gevaar, want Nintendo doet het ook. Nintendo is natuurlijk ook volledig out of sync met de industrie, mobile, Microsoft, al die dingen. Mm-hmm. Nou, ik vind het goed dat ze het doen. Want het onderscheidt ze wel van Xbox natuurlijk. Ja. Maar het is wel een risicovolle strategie. Want je moet continu blijven scoren bij iedere release. En dan, als je dat niet doet, dan kan die ballon heel snel leeglopen natuurlijk. Ja, ik had persoonlijk gehoopt op wat meer en. Van laat zien dit. Dan heb je de oldschool gamers. Die want ik Resident Evil, fuck. Die remake, dat wil ik spelen. Weet je, als Stray vond ik bijzonder interessant. Maar laat mij ook zien. Waarom zou ik €17 gaan betalen voor PlayStation Premium Plus? Wat is de meerwaarde eraan? Wat ga je doen met die games as a service? Want wie weet, heb je wel iets heel vets ontwikkeld met Bungie? Laat mij alvast daar wat aan voelen, weet je wel. Wat kan ik mijn kinderen voorschotelen van, ik heb een PlayStation 5, maar dit is voor jou. Ik denk dat er gewoon heel veel veranderd is voor PlayStation in de afgelopen 2 jaar. Ja. Ik denk dat ze hun strategie helemaal om hebben moeten gooien. Natuurlijk vanwege wat Xbox heeft gedaan. Mm-hmm. Natuurlijk vanwege, en dan bedoel ik meteen Game Pass bijvoorbeeld mee, maar ook xCloud. Maar vergeet ook niet alle aankopen van de uitgevers en developers. Dus ik bedoel, dat snijdt ook aan de kant van PlayStation natuurlijk. En ik denk dat ze in de afgelopen 2 jaar heel veel veranderd hebben. Natuurlijk komt daar ook nog eens de crisis, de chipcrisis bij kijken, waardoor ze ook de insteek van cross-gen games hebben moeten veranderen. Want laten we niet vergeten, op het begin zeiden ze nog, wij geloven in generatie, exclusieve next-gen games. Logisch dat ze dat hebben veranderd, hè? Logisch. Mm-hmm. Want ja, er is nog steeds geen PlayStation 5 te krijgen. Bijna 2 jaar na dato, wat echt krankzinnig is. Ja. Maar dus ik denk dat er gewoon een heleboel veranderd is. Ja. En daar zijn ze nog steeds mee aan het werk. Dus ik denk dat het niet zo uitgedokterd is als dat wij zouden willen zien. Nee, en vond je dan bijvoorbeeld Spider-Man naar de PC? Ik bedoel, terecht dat jij met die tweet kwam van dit is niet, dit didn't age well, weet je. Insomniac die een aantal jaar geleden zegt, zal nooit naar de if PC hell freezes komen. Over, dat gaat nooit gebeuren. Uh-huh. Ik benoem dat vaker. Kijk, Boris heeft natuurlijk een hele rabiate mening over dat PlayStation doomed is. Zover wil ik nooit gaan, maar dus ze staan voor een flinke uitdaging. Ja, precies. Dit voelt heel erg aan van, oh fuck, die PC, dat moeten hebben ze wat, nodig. We hebben het nodig, dus gaan we dat ook doen. Terwijl je eerst je hardcore gamers, en in het GK-journaal liet ik al iemand zien die zijn Spider-Man Pro PlayStation 4 door het midden heeft gezaagd uit woede. Totaal kinderachtig. Ja. Maar fanboys be fanboys. Maar ik zag geen klote. Een aantal mensen zeiden wel, en jij hebt het er ook wel eens over gehad, van ik neem geen Xbox meer, want ik speel die games op de PC. Er komt nu een moment misschien wel dat jij gaat denken, ik hoef ook geen PlayStation maar dat vinden ze prima, hè? Ik bedoel, want als je gewoon kijkt naar de economics daarvan, waar verdienen ze het geld op? Niet op de console. Nee. En die worden toch wel verkocht. Nee, maar wel dus, een beetje tegenwoordig. Vroeger werden ze met verlies verkocht, dus dan was het al helemaal een ander verhaal. Maar weet je, de winst zit hem niet in de verkoop van de consoles. Het zit hem in de verkoop van software. Ja. En ze gaan, dat hebben we nu ook al gehoord, met een eigen PC-launcher komen, zodat ze ook niet meer 30% hoeven af te dragen aan Steam, weet je wel. Ja. Dus dat is voor hun een veel grotere inkomstenbron dan hardware verkopen. Ja. Zeker ook logistiek is het veel interessanter om software te distribueren dan hardware. Want dan moet je, weet je hebt een fabriek nodig, je hebt opslag nodig, je hebt logistiek nodig, je hebt ook weer after-sales service nodig, reparaties, weet je wel. Er komt zoveel bij kijken. Ja, en je boort een markt aan die ook al miljoenen PC-spelers kent, die over het algemeen ook beschikken over goede hardware. Dus ja, je zou ervoor kunnen kiezen om dan een soort van next-gen / PC-games te maken in plaats van PlayStation 4, PlayStation 5. Is het gokken op meerdere speelvelden, hè, waarbij Nintendo, ze moeten wel, denk ik, vrij consequent is van kopen Switch en spelen onze games erop en je kan het online kopen of koop het in de winkel, als een schijfje. Xbox nu zegt van, neem Game Pass, punt, weet je wel. En dan kijk je play maar anywhere. Play Anywhere. Heeft Sony toch nog steeds aan de ene kant die PlayStation 5, die PlayStation 4.
Het is geen coherente strategie. Nee. Het zijn allemaal, weet je, het is heel fractured. Hier, daar, we doen alles een beetje wat, maar we doen niet alles in één rode draad zoals Xbox dat bijvoorbeeld doet, waarin alles echt geïntegreerd is. Nee, ja, ze zijn een beetje met hagel aan het schieten, heb ik het idee. En dat maakt communicatie fucking moeilijk. Ja, nee, zeker. Maar dat heeft er dus ook mee te maken, naar mijn gevoel, dat er gewoon heel veel veranderd is de afgelopen twee jaar. En dat niet iedereen op één lijn zit. Ik bedoel, check de uitspraken maar. Wat je net al aangaf bij Insomniac. Ja. Jim Ryan de afgelopen jaren natuurlijk. Maar dat bijna dat alles valt natuurlijk gewoon terug te herleiden aan het feit dat er gewoon niet genoeg PlayStation 5 zijn. Stel je voor, er waren nu 60 miljoen PlayStation 5's in vraag opslag. Vraag me af, man. Minder snel de keuze gemaakt om te zeggen van, nou, we gaan niet alles meteen op PlayStation. De keuze die je moet maken als bedrijf is van, ga ik voor die, ligt mijn grens ergens bij de 150 miljoen verkocht, weet je wel? Dat is steeds ongeveer de grens waar je het aantal consoles, weet je wel? De PlayStation 5, 4 gaat daar naartoe, de Switch gaat daar ongeveer naartoe en dan houdt het op. Microsoft gaat voor de 2 miljard, maar die gaat voor een veel grotere doelgroep. En ik denk dat Sony is het bedrijf, die wil dat ook. Dat hoor je Jim Ryan ook zeggen. Die wil groter worden. Het probleem is alleen, heel veel mensen gaan gewoon geen console kopen. Nee, maar ze moeten JJ. Als ze dat niet doen, dan gaan ze gewoon op de lange termijn door Microsoft uit de markt gedrukt worden. Nee, precies. En wat mij voor hun gewoon heel lastig blijft, is als je zegt van, waar kan ik Fable spelen? Dan zegt Microsoft, maakt niet uit. Neem gewoon Game Pass. Op je mobiel, op je PC, waar je Xbox. Jouw probleem. En Sony moet zeggen, God of War kan je hem alleen op de PlayStation 5 4 spelen. En dan ongeveer na 3/4 jaar, dan kun je hem waarschijnlijk wel op de PC spelen. En dat gaat ook korter worden, joh. Ja, maar nee, natuurlijk. Maar dat is ook geen duidelijke communicatie. Dat inderdaad, is een hele lastige combinatie. Ja, er komen PlayStation titels naar de PC, maar niet allemaal. Nee. Oké, maar welke dan wel? Ja. Waarom deze dan niet? Weet je wel, daar is geen antwoord. En dat is hetzelfde met Premium Plus. Ik bedoel, bij Xbox is het gewoon Game Pass, dit betaal je, dan kun je alles spelen. En hier is het dan, als je bij die tier heb je dat. En dat zie je nu ook. Ik krijg ook zoveel vragen over, kan ik deze game dan wel of niet? Ik weet het ook niet meer. En het lijkt me zo lastig voor de marketingafdeling. Van, hoe gaan we hier? Ze weten niet wat ze met PlayStation Now aan moeten. Dat is gewoon een hoop stront. Nee, maar dat bedoel ik gewoon, alles is wat dat betreft gewoon niet goed uitgevoerd. Nee. Ze hebben het wel. En dat is het hele risico van inderdaad met hagel schieten. Ja. Niks komt er daadwerkelijk hard aan als je overal maar één zo'n pelletje in je bakken krijgt. Maar om even terug te komen op wat jij zegt, van als we wel PlayStation 5 beschikbaar zouden zijn, ik denk dat we minder cross-gen titels hadden gezien. Want dan hadden ze makkelijker PlayStation 4 gebruikers naar een upgrade kunnen duwen natuurlijk. Mm-hmm. En vooral digital only, want dan hebben ze een monopolie wat betreft digitale sales. Maar PC, dat had altijd gebeurd. Okay. Dus dat had wel gemoeten. Daar komen ze niet onderuit. Nee, ik denk dat ook misschien wel veroorzaakt is door Microsoft, door Xbox, dat heel veel traditionele consolebezitters die zoiets hadden van, ja, ik moet toch een console hebben, want voor die console game, nou, Microsoft heeft al gezegd, maakt mij niet uit, alles komt op de PC, dat die zoiets hadden van, oké, maar dan hoef ik geen Xbox meer, dan, oké, nu heb ik geld, weet je wat, ik koop gewoon echt een hele vette PC, maar daar heb ik gewoon geen budget over voor een PlayStation, voor die 2-3 titels per jaar die ik daar dan wil spelen, dus ja, dan raakt binnenkort ook niet meer nodig is. Nee, maar Sony ziet dan van, ik ga die kwijtraken, hè, want ook omdat je ziet dat 80% van de games die verkocht worden op de PlayStation zijn third party, hè, de bekende FIFA, Call of Duty race game speler. Als dat straks allemaal, ik zag bijvoorbeeld nu een post dat Madden, daar stond dan Game Pass bij de nieuwe Madden. Ik denk dat zo'n time trial is. Ik kan me niet voorstellen dat EA nu al zegt, Madden, anders hebben ze daar echt flink voor gelapt, hoor. Als ze er flink voor gelapt hebben. Kijk, dat zijn die dingen. Die casual gamer, noem ik dat, een mainstream gamer die gewoon Madden of FIFA wil spelen, die maakt het niet uit. Als die hoort van, hey dude, Game Pass voor €15 en je kan gewoon Madden spelen. Ik vind dat ook wel slim. Want het is niet, ik weet niet of het misleidend is, want stel dat ze dat zouden doen, die Madden, weet je wel, die stopt ze nu in Game Pass dan. Even tussen haakjes, want we weten het niet zeker. Maar stel dat gebeurt, ik denk dat heel veel mensen denken, oké, dan ga ik een Xbox kopen, want Madden zit standaard bij Game Pass. Mm-hmm. Kan maar voor 1 jaar zijn. Nee, maar die beslissing heb je al gemaakt. Ja. Weet je wel. En voor MLB The Show? Ja, nou, dat ga je ook krijgen. Dus die games die cross-platform zijn, dus die zijn bij de Game Pass, zijn ze €15 en full price bij Sony. Dus daar moeten ze ook over nadenken hoe ze dat dan weer gaan doen. Maar ik wil het wel heel even perspectief plaatsen. Call of Duty straks. Wat we hakken best wel in op PlayStation. Mm-hmm. En ik vind dat ook wel terecht, maar dat is omdat PlayStation lange termijn problemen heeft. Mm-hmm. En ik vind Xbox heeft zeker problemen. Ze hebben niks meer in het najaar, dit jaar. Gaan we het zo voor de zoveelste fucking keer. Ja, maar om heel eerlijk te zijn,
voor mijn gevoel heeft Xbox korte termijn problemen die makkelijker op te lossen zijn. Waar, ja, waar we al van hebben gezien dat ze dat aan het oplossen zijn. Gezien hoeveel geld ze hebben uitgegeven en uitgegeven, noem het allemaal maar op. Ik bedoel, dat hebben ze covered. Dat zijn korte termijn problemen. Sony zijn lange termijn problemen. Nee, dat is echt een probleem. Absoluut. En heel veel mensen zeggen ook, ja, EA zal dat nooit doen. En dan denk ik van, dat is niet zo. Want als je kijkt naar hun inkomsten, boxed games, Madden of FIFA, is 15%. Het is allemaal fut. Ja. En het is allemaal die dus MPX, hoe meer als straks als je kijkt naar Forza speelt nu 20 miljoen mensen spelen die game. Als dat gewoon een full price game was geweest dan no way. 6 miljoen misschien max. Max ja. FIFA of Madden gaan straks dus al die 30 miljoen mensen gaan het uitproberen, gaan het spelen en daar gaat een groot deel van mensen die het nooit hadden gedaan gaan futkaartjes kopen. Al koopt 1 op de 15 mensen die FIFA speelt wat futpakkies. Ja. Dan gaan ze daarmee uiteindelijk meer geld verdienen dan met exact. De mensen die dus alleen maar zo zitten zij er gewoon in. Ja. Net als op een gegeven moment de games niet meer in de winkel. Er zit een moment in dat ze denken, oké, we hebben die winkel nog nodig. Oh, we hebben ze niet meer nodig. Fuck die hele winkel dan maar, weet je. Dat ga je nu ook krijgen. Dat jij zegt van, oké, kan ik Game Pass doet mij, geef mij, weet ik veel, x miljoen. En op dag 1 gewoon gratis. En dan kan ik uitrekenen. Ga ik zoveel futten bij. Oh, fuck it. Prima, joh. Doe het erop, man. Lekkere marketingcampagne. Ik ben blij. Kut voor Sony. Die gaat mopperen. Kijk, dude. Zet hem bij jou maar ook op de PlayStation Plus, weet je wel. Dat ga je krijgen. Je hebt wel gelijk. Het is niet per definitie creativiteit bij Xbox. Het is gewoon een hele diepe portemonnee. Ja. En het vervelende is wel, dat je er wel mee in de hand werkt, is dat steeds meer games nog meer ingestoken zullen worden op het feit dat het geld niet verdiend wordt met het verkopen van de game, maar met het verkopen van microtransacties. Maar ik ben het wel eens met Jim Ryan, dat het Game Pass model gaat er wel gewoon voor zorgen dat uiteindelijk op lange termijn de AAA-titels in kwaliteit gaan dalen. Ja. Daar ben ik 100% van overtuigd. Ja. Ja. Ja, of ze moeten creatief zijn. De muziek en de film hebben dit ook gehad. Weet je wel? Ik bedoel, wie had ooit kunnen bedenken dat, bij wijze van spreken, een filmproducent liever op Netflix of HBO lanceert dan in de bioscoop? Weet je wel? Ik bedoel, dingen gaan veranderen. En dat is die perceptie. Als op een gegeven moment gamers denken van, maar hè, moet ik €70 voor een game betalen? Maar ja, voor heel veel mensen is dat al weird tegenwoordig. Exact. Hoe snel dat is gegaan. Want check alleen al onze community. Hoeveel mensen ik wel niet hoor van, wacht, tot ja, de Game Pass staat. Ja. Ook heel veel mensen met Guardians of the Galaxy, toen we de review hadden gedaan, kreeg voor heel veel mensen toch, nee, ik wacht wel, weet je. Of totdat hij in de aanbieding gaat, of dat hij op Game Pass staat. En niet dat ze die €60 of €70 niet waard vonden. Maar ze weten, het gaat toch gebeuren, weet je wel. En hetzelfde zien we ook altijd bij Ubisoft-titels. Die zijn na 2 weken soms al afgeprijsd. Ja, we gaan een recessie. Dus elke eurootje moet omgetild worden. Dus ja, dan is een Game Pass is makkelijker dan. Misschien kan je dan die ene toffe game niet kopen van PlayStation. Maar ja, goed, dan kan je wel blijven gamen. Dat is natuurlijk een ding. Maar je hebt gelijk. Wat moet Microsoft doen om Dat beetje weer geschonden blazoen van we hebben geen games, dat gaan we dit najaar weer krijgen. Wat moeten zij doen met hun persconferentie? Ver gezichten laten zien. Ja, maar dat is wel het probleem. Dat doen ze altijd. Ieder jaar zeggen we, oké, nu gaat de Xbox knallen dit jaar op E3. En nu zeggen we dat weer door alle aankopen op Bethesda, Activision Blizzard. Al verwacht ik niet dat we daar nog heel veel van gaan zien. Want dat is nog niet helemaal in kannen en kruiken natuurlijk. Maar ik bedoel, dat is wel ook een ver gezicht. Maar nu inderdaad, op korte termijn, PlayStation staat er veel beter voor. Weet je wel, ze hebben een goede line-up. We weten allemaal dat het eigenlijk kwalitatief AAA-kwaliteit gaat zijn. Waar we echt van gaan smullen. Niemand twijfelt daarover. Xbox is toch wel weer, ik wil niet zeggen een verloren jaar, maar toch weer verloren een jaar. Verloren najaar in ieder geval. Ja, nee, dat zeker, weet je wel. Nou ja, ik denk wel een verloren jaar als je kijkt naar Halo is ook wat niet meer exact. Ja, nee, Halo was natuurlijk een grote knaller. We waren heel maar dat hebben ze ook singleplayer. Hebben ze ook opgefokt, hè? Ja. Zeker. En Forza Horizon was gewoon een vette game. Vette game, maar heb ik uit. Exact. En dan blijft het stil. En ik ben het met Koos eens. Wat we gaan krijgen, denk ik, maar we gaan nog een apart item maken over de voorspellingen, is dat al die partijen, die gaan allemaal bam, bam. Ik denk dat we hele fraaie dingen gaan te zien krijgen, maar allemaal 2023, weet je wel. Waardoor nou ja, vind je het heel gek. Ik bedoel, de hele shopping spree begon toch een jaar of twee geleden? Nee, die begon al in 2017, man. Ja. Maar van de, wanneer was Bethesda? Want die eerste persconferentie waar ik bij ben geweest in Amerika, toen werden heel veel nieuwe studios ook weer onthuld. En toen was het in totaal 24 studios of zo die ze al onder hun hoede hadden. Maar waar, toen hadden we de hele tijd de grote studios. Wat de games moeten komen, weet je wel. Maar nee, dat gaat nu ook weer een probleem zijn.
ja, als Game Pass er niet was geweest, dan hadden ze echt een big issue gehad. 100%. Ze hebben niks. 100%. Als er geen Game Pass was geweest, dan hadden we hier niet meer over gehad. Weet je wel, dan was het gewoon PlayStation met de straatlengte voor. Ja. En ook onbedreigd voor de komende jaren. En ja, dat is nu absoluut niet het geval. En ik denk dus dat is best wel grappig. Dat is ook weer die perceptie dat door die Game Pass, waar niet eens en terecht heel veel PlayStation fans zeggen dan van ja, maar wat voor nieuwe games komen er dan qua kwaliteit? Nou, daar heb je een punt. Maar doordat je toch wel redelijk wat indies nog krijgt en wat voordeeltjes met EA en dat soort dingen en de back catalog een jaartje, zijn mensen mild. Zo van ja, wacht, ja, ik betaal €15 en ik het is wel leuk, weet je wel. Nee, is het tientje toch? Of een tientje. Ja, ja, voor één specifiek platform. Dat ik me laatst besefte van, stel nou dat die hele Game Pass er niet was geweest, dan ik ga niet zeggen dat Microsoft of Xbox er niet meer was geweest, maar dan was dit weer een dramatische launch. Nou, dan had Forza, wat je zelf al zei, niet goed verkocht. Dan had Halo met alle gebreken en ontbrekende onderdelen. Was niet goed geweest. Was die keihard geboord. Ja, dat denk ik wel. Weet je, die campaign was fantastisch, maar de meeste mensen kopen Halo voor de multiplayer. Ja. En daar schort zo ontzettend veel aan. Ja, dus gebrek aan content. Zijn jullie ook van mening dus dat je kan een Game Pass dat Game Pass model staat en valt dat uiteindelijk Microsoft ook die first party gaat deliver? Ja, dat je gewoon elke maand een vette game krijgt van hun. Een kleine game en dan één keer per kwartaal een grote game. Ja, kijk, of zoiets. Er staat nu meer dan genoeg op. En weet je, maar ze moeten het nog wel bewijzen. Ja, maar ik bedoel, van iedereen heeft het. Althans, niet iedereen zou, maar dat is een beetje gechargeerd. Maar ik denk dat de meeste mensen, ik in ieder geval wel, het wel hebben met het vergezicht van alle first party titels day one. Ja. Ik bedoel, en ik weet van mezelf, ik koop meer dan 2 Xbox games per jaar. Dus als ik Game Pass heb, met die 2 games heb ik het al. Maar dan moeten die 2 games wel komen. Ja, maar die zijn er dit jaar geweest. En wordt zijn hele. Ja, okay. Dan ben ik al ja, klaar. Afgelopen, ja, precies. Maar de kwaliteit, en daarom had ik zoiets van, waarom vind ik het nog steeds een gemiste kans, denk ik, waarom Sony niet, want dat deden ze vaak ook. Microsoft was altijd eerst en Sony was als het laatste. Ja. En die toepte altijd er dwars overheen, doordat hun beelden, hun games waren altijd net ietsje vetter dan de anderen. Het scoorde altijd net ietsje hoger. En dan denk ik van, waarom een God of War, het is, ze hebben 100% zeker een beeld waar ze wat van kunnen tonen. Ik weet zeker dat blaast op dit moment even alles weg. Nou, waarom dat gaan niet wij tijdens de Summer Games Fest zien. Ja, nee, maar denk je dat het wegblaast? Want God of War Ragnarok, ik bedoel, ik twijfel er niet over dat het een gruwelijke game gaat worden. Het gaat gewoon God of War 2 worden, weet je wel, sinds de reboot. Ja, oké, daar heb je wel gelijk. Maar ik denk wel dat Jim Ryan gelijk heeft dat je met de inkomsten van de Game Pass, of het subscription model, niet de AAA $400 miljoen games kan maken die Sony op dit moment maakt. Ik denk dat de Xbox dat nu wel doet, omdat ze heel veel goed hebben te maken natuurlijk. Ik denk dat Starfield een van die projecten is. Ja. Die komt natuurlijk ook op day one op Game Pass. Maar je ontkomt er niet aan. En als je ziet hoe de markt werkt op een gegeven moment. Als je al hebt betaald voor iets, dan is de druk vanuit de uitgever vooral, want developers willen vooral goede games maken, maar vooral vanuit de uitgever, ja, we hebben het geld al binnen. Mm. Weet je, we kunnen de kantjes ervan aflopen. Ja. Nou, zullen ze niet letterlijk zeggen, we zullen de kantje of nee, de maar de ik bedoel, vanaf lopen. Dat gevoel is er dan al. Ze zitten in ieder geval veilig. Ik bedoel, hetzelfde als jij die Battlefield 2042 Deluxe Edition hebt gekocht voor $100, voel je ook in je hemd gezet. Ja, je hebt al van tevoren betaald en die developer, komt wel. Ik denk dat Microsoft de strategie moet zijn, is toch meer de hoeveelheid. Het aanbod. En het aanbod zal misschien, als je het SEC kijkt, per titel misschien minder sterk zijn dan die 3 blockbusters die Sony maakt. Dat je zegt van, oké, als we echt kwaliteit gaan kijken, wow, dat is net even wat mooier en wat vetter en weet ik allemaal wat. Maar dat zij dat totaalpakket, bijvoorbeeld inderdaad door te zeggen, hey, Madden is gewoon bij ons gratis. En je krijgt ook nog eens een keer 5 vette games dit jaar. Weet je wel, die is allemaal net ietsje minder vet, maar wel 5 vette games. Je kan lullen wat je wil. We zijn allemaal gamers en wij houden allemaal van die AAA exclusive releases. Maar de markt draait op third party. En ook dat? Madden, weet je, dat is veel belangrijker voor de mainstream gamer dan. En vooral de Amerikaanse mainstream gamer bedoel ik. Het zou mij niks verbazen als ze daar hun geld ook in gaan stoppen in dat soort aankondigingen. Denk aan straks Call of Duty, die gewoon op day one €10 maar kost. Weet je wat ik me kan voorstellen wel? Bijvoorbeeld een deal met EA. FIFA staat op Game Pass, maar alleen Ultimate Team.
Weet je, als jij FIFA wil hebben, kan je als nog steeds je slim 60, bent, als, dat bedoel ik. Kan je nog steeds 60 piek betalen voor de career mode, voor, waar ze al jaren niks meer aan doen. Maar ik bedoel, van dat kan je nog steeds als je dat wil. Maar Ultimate Team is gratis. Want waarom? Dan hebben ze x miljoen gamers zo erbij die allemaal geld gaan uitgeven. Exact. Ik bedoel, jij bent marketeer. Ik bedoel, als jij een beslissing hebt over een potje van, weet ik veel, $500 miljoen. Wat ga je doen? Ga je zeggen tegen een bepaalde developer, hey, maak een hele vette RPG, weet je, en hier heb je gewoon 300 miljoen budget, gaan we aan de slag. Of zeg je tegen EA, hey dude, ik heb hier $300 miljoen voor je, ik wil FUT gewoon bij ons gratis hebben. Wat gaat meer opleveren? Wetende dat FUT miljarden. Exact, dan ga je gewoon heel commercieel kijken, niet zozeer naar de hardcore gamer die zal zeggen, wat moet ik dan met FUT en Madden, man, fuck die shit, weet je wel. Ik bedoel, God of War is veel vetter, maar ik denk uiteindelijk dat Microsoft kies dat bredere plaatje. Fortnite, weet ik veel. Nou, is dat al helemaal gratis? Maar dat soort dingen, weet je wel. We hebben het over massa's kassa gewoon. En dat is massa's kassa. Strategie. Ja, ja, nee, maar ik denk dat we daar wel naartoe gaan. Hopelijk dan snapt, en dat snapt Phil Spencer wel, dat je in die 90 minuten ook wel veel hardcore shit moet laten zien. Want dat is de gamer die gaat kijken, niet de mainstream gamer. Maar dat is de gamer die je afrekent. Precies. Ja. Maar ik denk wel, als zij slim zijn, is het uiteindelijk gewoon, je wil gewoon die mainstream shit, die wil je gewoon het liefst gratis bij jou hebben. Want dan heb je gewoon de mainstream gamer. Komt de mainstream gamer, dan heb je een enorme install base. En dan zeggen de hardcore partijen ook van, oké, dat is interessant. Ik wil mijn game dan ook bij Game Pass hebben. Want wie weet van die pak ik daar ook. Hoeveel mensen die normaal nooit een indie game spelen, die nooit aan de oude world beginnen, zijn eraan begonnen omdat die op Game Pass. Nou, 100%. Zeker bijna weten. Ja. Ja. En dat is wel jammer van Sony, dat ze dat een beetje afsluiten. Ja, maar Sony is natuurlijk gewoon niet echt in de positie om dat te doen, denk ik. Nee. Weet je, Microsoft heeft oneindig diepe zakken. En die kunnen uitgeven. Totdat heel de wereld tevreden is. Dan gaan ze die prijzen omhoog stellen. Precies. Ja, kijk, en dan moeten ze een keertje wat gaan terugverdienen. Is wel moeilijk vechten. Nee, maar ze gaan het doen. Er is niet tegen te vechten. Het is een hele agressieve strategie. Ja. En het is daarmee gewoon de bedoeling om de concurrentie de markt uit te drijven. Wanneer ze dat hebben gedaan. Ik bedoel, dat is Windows ten voet en uit. Dat heeft Microsoft altijd gedaan. Super agressief. En daarna gaan ze natuurlijk... of de kwaliteit gaat heel veel minder worden. Of inderdaad, wat jij zegt, de prijs gaat omhoog. En ik denk beide. Ja, 100%. De laatste partij, de grote partij die we moeten bespreken tot slot, is natuurlijk Nintendo. Die weer heel erg Nintendo doet en niks van zich laat horen. Maar ook echt werkelijk... Ja, niks. Gewoon van we doen een Nintendo Direct. Of tot nu toe weet niemand of ze ook in de Summer Game Fest... Er komen Switch-titels, maar dat kan ook third party zijn. Ja. Maar is dat... Ja, moeten we ons zorgen maken of juist helemaal niet? Dit is gewoon Nintendo, man. Die zit in een bubbel. Die boeit ze allemaal niet. Die doen gewoon hun eigen ding. Ja, kijk, het ding is met Nintendo. Nintendo is zo anders dan Microsoft en PlayStation. Die twee, weet je, die lijken te veel op elkaar. En dat kan niet altijd blijven bestaan. Maar Nintendo vaart echt volledig zijn eigen koers. En heeft zo zijn eigen territorium afgebakend. Maakt niet zoveel uit. Als Zelda was uitgekomen dit najaar, hadden we dan mogelijk wel een direct al aan. Ja, dan wisten we het. Want wat moeten ze nu doen dan? Ja, Splatoon 3. Splatoontje. Nou, misschien toch nog alsnog een klein teasertje weer. Pokémon is er weer, maar daar word ik helemaal gek van. Pokémon Violet en Plupup. Ja, dat gaan we waarschijnlijk wel. Ze hebben wel super populair. Ze hebben zeker wel de games om even een directje over te maken. Daar niet van. Ja, ik misschien nieuwe baantjes, Mario Kart. Hey, laten we het zo zeggen. Voor Nintendo komt er meer uit dit najaar dan voor Xbox. Dus ja. Nee, dat is waar. Ja. En ik wil Metroid Prime 4. Ja, nee, ja, goed. Je wil weer het logo zien. Maar ik denk dat ze dat niet meer durven. Een vergezicht van Metroid. Voordat het 100% helemaal goed is. Er is iets heel raars aan de hand. Dus, it's weird. Goed, binnenkort hebben we dus een speciaal item met de voorspellingen. Van welke games gaan we zien. Bladibladibladibla. Dit was eigenlijk een beetje de zakelijke kant. Even kort geschetst. Xbox heeft een heel duidelijke visie waar ze naartoe willen. En een ongelofelijke zak geld om dat uit te voeren. Dat is fucking moeilijk vechten voor PlayStation. Die dus, je ziet ze ermee worstelen. Van hoe gaan wij nog genoeg fondsen binnenhalen om juist weer die games te kunnen blijven maken. En Nintendo is Nintendo. En doet gewoon wat Nintendo altijd doet. En dat is hun eigen ding. Het gaat een interessante E3 worden.